Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Als je nieuw bent op dit kanaal, welkom. Hieronder kan je ook even abonneren als je de video leuk vond. En als je niet nieuw bent op dit kanaal, welkom terug. Vandaag ga ik laten zien hoe mijn ochtend daar meestal aan toe gaat. En hoe ik me voorbereid op een dag school. Een soort morning routine, hoe ik mijn make-up doe, hoe ik ontbijt. Dus ik hoop dat je dit heel leuk vindt en ervan genieten. Dus wat ik iedere ochtend doe, als morning yoga. Ik probeer wel even een link hieronder te laten met deze sheet. Hoi! Nou, dat was de yoga ochtendroutine. En net even mijn nachtbeugel eruit gehaald. Ik ga nu even ontbijt maken. Hier zijn we dus. En ik ga nu even mijn ontbijtje maken. Ik ga wat banaantjes eten. Met wat frambozen. Als je het recept hier wil weten, staat ook onder in de beschrijving. Leuk trouwens, misschien komt deze blender jullie wel bekend voor. Dit is wel ook gebruikt voor het filmen van de smoothie challenge. Als je die video wil kijken, dan laat ik hier ook boven wel even een linkje achter. Maar, dit is hem dus. Oh. Bij weer koffiezetapparaat. En daar heb ik nu mijn koffie voor en dan heb ik de thee hier. Dus ik vind het nu echt heel chill. Deze thee. Het is pepermunt en gewone munt bij elkaar. Het is heel chill. Echt aanrader. Nou, en nu ik mijn ontbijtje gemaakt heb. Even kijken. Het is trouwens 5:30, dus ik ben nu een half uurtje wakker. Ja! Ik ben omgekleed. Ik ga even make-up doen. En... ja, ik ben er dus geen pro in, dus please don't judge me. Ik doe gewoon wat ik leuk vind samen met mezelf. Tuurlijk kan je wel een beetje rekening houden met wat mensen vinden. Maar je moet vooral doen wat jij leuk vindt. Dus dat is wat ik ga doen. Ik ben helemaal blij met deze nieuwe contour kit. Oh, trouwens, als je afvraagt, waarom is ze nou niet gedoucht? Dat doe ik ook altijd in de avond. En dat doe ik vooral omdat ik huisgenootjes heb. En dan, stel, moet allemaal tegelijk weg. Gewoon niet zo handig als ze allemaal moeten douchen. Want ik heb het dus wel eens gehad dat ik gewoon echt weg moest zonder te douchen. Omdat ik gewoon niet meer kon douchen omdat mijn huisgenootjes onder de douche stonden. Maar ja, ik vind het dus heel fijn om zeg maar wat langer te nemen in mijn ochtend. En vooral want ik leg s'avonds mijn kleren al klaar. S'avonds douche ik al, s'avonds pak ik mijn tas in. Dus zeg maar, stel ik word 5 minuten voordat ik weg moet wakker, dan kan ik ook gewoon nog op tijd weg. Wat echt heel erg helpt is om je gordijnen open te doen, want het zorgt er, vooral nu, omdat het zeg maar nu al licht is, zorgt ervoor dat je makkelijker wakker wordt. Dat heb ik echt wel gemerkt. En normaal ben ik wel ietsjes moeilijker met bed, omdat ik wel mijn raam open doe, maar niet echt mijn gordijn. Niet zo ver. Maar omdat ik nu goede belichting nodig had voor deze vlog, heb ik het iets verder open gedaan. Toen kwam ik erachter dat het eigenlijk best wel chill is. Nou, dit was eigenlijk een beetje mijn ochtendroutine. Laat vooral even een duimpje omhoog achter als je deze video's vaker wil zien. En ik vond het echt super tof om te doen. Het is net even wat meer, wat anders. Wat meer amber, zeg maar. Hier kun je nog even naar mijn laatste video kijken. Dat gaat over excellentieprogramma. En ik ga mezelf gewoon een dubbele shout-out geven. Want hier kan je mijn laatste vlog bekijken. En door hier te klikken kan je nog even abonneren. En graag zie ik je volgende week maandag om 4 uur weer terug. Doeg!